En als je nu ligt, mag je langzaam recht komen zitten. Kruin naar boven, kin naar achter, borstbeen naar boven, onderrug ontspannen en ademen. Je ademhaling brengt je helemaal bij jezelf. Blijf dus rustig ademen. En terwijl je mooi ademt en bij jezelf komt en tot rust komt, voel je vloeibaarheid. Vloeibaarheid en eenheid in jouw ervaring. Het verloopt misschien niet allemaal zoals je wilt of dacht, maar het is wel in perfecte harmonie. Want dat gebeurt dus ook met je lichaam. Als er iets gebeurt met je fysiek lichaam, dan roepen al die cellen naar elkaar om je te helpen. Er is dus een soort eenheid, een soort samenwerking in je lichaam. En ook je emoties en je denken. Samen is ook een innerlijke beleving, eenheid. En dat uit zich in de uiterlijke wereld. Je hoeft maar te kijken naar oorlogen en bepaalde landen. En het verbetert er niet op. Er komen meer en meer dictators in de wereld, omdat de wereld opgebouwd is tussen winnaars en verliezers. En de verliezers moeten hun mond houden. Dus als jij een verliezer bent, dan moet je mond houden. En die verliezer begint in jezelf. Neem even tijd om bij jezelf te komen. En voel als jij een verliezer bent of een winnaar. Of dat je het proces waar je doorgaat, het leven op aarde, is voor iedereen een beetje anders, maar het komt op hetzelfde neer hoor. Voel eens of je die harmonie kunt vinden, dat evenwicht, die eenheid in jezelf. Je bent geen winnaar, maar je bent ook geen verliezer. Voel eens wat dat doet met jou. En in dat gevoel laten we 3 maal de klank om trillen. En de klank om is heel toevallig ook de klank van eenheid, van vrede, van rust, van al wat is. Inademen. Om.
Luister naar die eenheid in jezelf. Of je het nu leuk vindt of niet, het is nu zo. De eeuwige dans van het leven. Dat is ook de boodschap van Shiva. Dus continu vernietigen, herboren worden, genieten. Dus elke dag heb je dat. Dus wauw, en dan wauw. En die eenheid vinden in die bewegingen. Je lichaam is dus eigenlijk als het ware één natte spons. Het grootste deel uit water, dus een natte spons. En we blokkeren dat. We bevriezen dat, bevroren gedachten, bevroren emoties. En natuurlijk, dat lichaam blokkeert dan ook. En als je begint te voelen dat je bevriest, word je al bang voor al de gevolgen die je herkent. Dus en dan ga je in dat slachtoffer gaan. Daar gaan we weer. Dus we beginnen met vloeibaar zijn. Dus voel die natte spons in je bekken, onderrug. En dan ga je even je rug rechten. Dus je bekken doet dit. En dan doorzakken. Maar je kruin blijft naar boven. Doet dus dat en dat. Dus je onderrug masseren. Voor mensen met een gevoelig onderrug. Voel je zitbeentjes blijven op de grond. En je beweegt dus die natte spons in je onderrug. Voel of dat vloeibaarder wordt. Zeer goed, even kijken. Ja, zeer goed. Ja, allemaal zeer goed. Heel cadeau voor je rug. Doe dit elke dag, 3 minuutjes, 1 minuutje. Zeker 's morgens, als je diep geslapen hebt, dus die rug even verwennen. Het is maar altijd goed je kruin naar boven, dat alleen je onderrug beweegt. Zoals we ook vaak doen op handen en knieën, achterhoofdverlenging van je rug. Doe je het nu zittend, dan kun je ook overal, kan dat tussendoor aan de rode lichten in de auto. Wachten op een bank in de natuur. En stop. Voel. Meer vloeibaarheid. Voel meer harmonie door die korte, eenvoudige oefening. Meer harmonie, meer eenheid. Misschien zat die spons daar bevroren. En dan blijven je zitbeentjes op de grond. En juist je romp een beetje naar rechts en naar links. En voel ook dat die spons in heupen, bekken, onderrug. Maar heel zacht. Dus het is geen turnles, maar die spons weer vloeibaar maken. Die natte spons, want bindweefsels fascia bestaan het grootste deel uit water. Dus ons lichaam functioneert door water. Dat is ook de reden waarom we zo gevoelig zijn. Heel mooie kruin, blijft naar boven, maar je doet het allemaal goed hoor, ook weer zo simpel. Die natte spons, heupen, bekken. En langzaam stop. En dan weer die natte spons, even naar voren en naar achter, niet veel. Deze is niet die oefening, maar gewoon even die vloeibaarheid voelen, die natte spons. Kruin blijft naar boven en je maakt dat daar vloeibaar onderrug. Heupen, bekken. En langzaam stop. Voel die vloeibaarheid.
Dus doordat je onderrug en bekkenheupen wat vloeibaarder is, begint je heel je lichaam meer te ontspannen. En als er iets bevroren is in je lichaam, helpt heel je lichaam dus. Je verkrampt helemaal dus. Ontspan nu dieper door die onderrug en bekken die vloeibaar is. Dan ook even gewoon je hoofd heel traag draaien, maar voel die spons nu in je nek, dus waar je schedel rust op je wervelkolom. Dus even voelen of die spons goed nat is. Langzaam stop, kruin naar boven, ontspannen onderrug, stil. Kun jij merken dat jij in harmonie bent? In harmonie met jezelf? Je gaat dus door een proces, maar we gaan dus alle dagen door een proces. Denk aan Shiva. Sterven en geboren worden, heel de dag door. Ah, heerlijk en heerlijk. En die harmonie voelen in die tegengestelde. Dus eigenlijk is dat het enige wat hij kunt doen voor je gezin, je kinderen. En dat is ook het enige wat hij kunt doen voor de wereld. Die balans in jezelf toelaat. Want de wereld is een expressie van mensen. Hoe mensen denken, hoe ze leven. Het is daarmee dat het ene land heftiger is dan het ander. Hangt ervan af hoe geëvolueerd mensen zijn. Dus als je iets wil doen voor de wereld, zet je elke dag 10 minuten. Dat evenwicht in die polariteit. Dat evenwicht, die rust vinden in die dualiteit in jezelf. Maakt dat die twee elkaar elke dag ontmoeten. Elke dag. Want elke dag is een beetje Shiva.